Het ED Glazen Huis. ED-redacteur Ad de Koning ging onlangs met het Rode Kruis naar Oeganda om met eigen ogen de gevolgen van AIDS en HIV te zien. Serious Request en het Rode Kruis staan dit jaar stil bij deze stille ramp. Met het Glazen Huis in Eindhoven vragen de drie DJ's van 3FM aandacht voor kinderen die als gevolg van HIV hulp nodig hebben. De Young Positive Club in Payule, een dorpje in Noord-Oeganda, is een initiatief van het Rode Kruis. De 229 kinderen die bij de club zijn aangesloten, komen iedere zaterdag bijeen in het centrum van het dorpje. Een groot aantal kinderen heeft geen vader of moeder meer, waardoor het lastig voor ze is om iedere dag aan eten te komen. Bovendien zijn 81 kinderen van de club HIV positief, wat betekent dat ze ook dagelijks medicijnen moeten innemen. Daarbij krijgen ze steun van de vrijwilligers van het Rode Kruis. Met de club wordt ook geprobeerd om het taboe op AIDS en HIV te doorbreken. Want veel Oegandezen durven nog steeds niet te vertellen dat ze positief zijn. Voor het laatste nieuws over het Glazen Huis, ga naar ed.nl/glazenhuis.